Want ik ga straks kijken naar een elektrische tweedehands fiets. Hallo, we zijn vandaag woensdag. We zijn nu iets na 9. Ik heb iets langer geslapen omdat ik gisteren al redelijk harde hoofdpijn had. En ik had gehoopt dat dat ging over zijn deze morgen. Maar het is er nog steeds lichtjes, dus misschien is het gewoon omdat ik vocht tekort heb. Dus ik heb mijn fles water hier al meteen gezet. Mijn ontbijtje en nu ga ik een blogpost editen. Allee, controleren. Ik heb hier ook deze bijgepakt. Dit zijn pelletjes van de Ethos. IJzersupplementen. Ik heb namelijk regelmatig last van een ijzertekort en ik weet dat uiteraard niet van mezelf wanneer ik ijzertekort heb. Maar daarom pak ik het af en toe. Ik wil jullie ook graag nog een keer het kalenderbriefje laten zien van vandaag, omdat die echt super tof is. Dat ziet er toch zo'n gezellig plekje uit om te wonen. Niet? Deze werd trouwens gemaakt door een Nederlandse artieste, namelijk Lieneke Post. Ik kan haar vinden op lienekepost.nl en @lieneke.post. Ik vind dat trouwens echt een heel groot voordeel dat ze de Flow-kalender heel erg werken met Nederlandse artiesten, maar ook met buitenlandse artiesten. En dat vind ik wel tof. Het zou natuurlijk nog een klein beetje toffer zijn als het alleen maar Nederlandse artiesten waren. Maar ja, Flow is een internationaal magazine. Dus ik denk dat ze eigenlijk gewoon de kalender redelijk over alle landen gebruiken. En dat daardoor niet alleen Nederlandse, maar ook andere artiesten erin komen. Ik ben zo stom. Ik heb net een mail gestuurd naar iemand en ik had een stukje uit een andere mail gekopieerd. En ik was de naam vergeten te veranderen. Help. Enkele blogposts ingepland. Wow. Dat was even moeilijk om uit te spreken. Nu ga ik bijna vertrekken, want ik ga straks... kijken naar een elektrische tweedehands fiets. Ik ben namelijk op zoek naar een elektrische tweedehands fiets. We hebben nu één gevonden. Ik ga daar straks samen met mijn mama naartoe, zodat zij ook haar mening kan geven. Want dat is natuurlijk niet zoiets als een stilo dat je gewoon zomaar koopt. Want dat kost heel erg veel geld. En ik heb deze morgen nog een hele tijd aan mijn blog gewerkt, terwijl ik eigenlijk ook gewoon huishoudelijke taakjes had moeten en kunnen doen, zoals de afwas. De afwas is namelijk een taakje die er eigenlijk redelijk dringend zou moeten gaan gebeuren. Kijk maar. Ach ja, we komen vanavond ook nog langs hier. Oké, tijd om te vertrekken. Het is herfst. Ik ben nu bij mijn ouders, dus ik ga nog een stukje voor de tuinvlogs opnemen. En ik beloof dat de tuinvlogs ook een beetje zullen veranderen in tuinieren op een appartement. Maar nog niet echt. Hallo, ik ben terug thuis. Het is alweer eventjes geleden dat jullie mij hebben gezien. Het is namelijk nu 6:15. Ik heb mijn elektrische fiets gekocht, dus ik ben eigenaar van een elektrische fiets. Normaal zou ik morgen al direct met de elektrische fiets gaan. Maar gisteren moest ik voor mijn werk een aantal dingetjes meedoen. Die redelijk groot zijn, dat ik niet zomaar op mijn fiets kreeg gezet. Dus morgen gaan we nog met de gewone fiets. En vanaf vrijdag ga ik bijna elke dag proberen met de elektrische fiets te gaan. Er gaan uiteraard nog uitzonderingen zijn, maar... Die uitzonderingen zullen hopelijk niet de regel maken.
En aangezien ik boodschappen gedaan heb in winkels, dat ik niet elke dag boodschappen doe of elke week boodschappen doe, dacht ik dat het wel leuk ging zijn om een boodschappenhaul te doen. Allereerst heb ik een pak bruin brood mee. Want sinds kort heeft mijn zus hier regelmatig over de middag brood. Dus mijn brood gaat echt razendsnel op. Ik heb 10 van deze vaathoeken gekocht. Ik heb al microvezelvaathoeken, maar ik denk dat het ook wel een handigheid is om een zulke te hebben liggen. Ik heb mijn kadertjes omgegooid. Ik ga dat even fixen. Ik heb een pak bloem gehaald. Gewone bloem. Ik heb een pak melk gehaald. Alleen magere melk. 2 bokalen tomaten, bolognese. Tomatensaus voor bolognese. Deze heeft geen gehakt in zich, dus dat is wel handig. Komt van de Aldi, denk ik. En een pak speculaas en een pak melkchocolade. Ik heb namelijk de melkchocolade nodig om iets te maken. En de speculaas ook, maar ik had mijn vorige pak speculaas bijna volledig opgegeten. Hier zit ook mijn lader van mijn fiets in. Ik heb 2 pakken volkoren Daar hebben we toast gekocht in de Colruyt. Ik vind die lekker en die zijn ook redelijk gezond. Ik heb 3 pakken van deze safari mousses gekocht uit de Lidl. Ik ga namelijk bijna nooit naar de Lidl. En ik eet die yoghurt het liefst. Zowel in de Colruyt als in de Aldi hebben ze een variant erop. Maar die is lang niet zo goed. Ik kocht ook een pakje hest. Hest is namelijk iets dat ik niet altijd standaard in huis liggen heb. En een pak cornflakes. Momenteel eet ik deze cornflakes namelijk omdat die van Everyday uit het assortiment zijn. En dat is echt irritant. Dus Everyday of Colruyt, breng ze terug, want dat zijn echt de beste cornflakes. Redelijk goed van prijs ook. Allee, super goed van prijs. En de cornflakes van het merk Boni vind ik niet zo lekker. En heeft naar mijn idee ook meer suiker in zich. Over suiker gesproken, ik kocht parelsuiker. Ik wil namelijk iets maken waarvoor ik dit nodig heb. Een pakje lucifers voor mijn kaarsjes. 2 kleine pakjes paprika chips. Soms is het gewoon een keer leuk. En lentesalade met groentjes. De veggie vind ik echt lekker. Niet zo gezond, maar af en toe moet het wel een keer kunnen. 3 pakjes light Hoda kaas. 3 wortels. 3 pakken rijstwafels. Dit zijn de bio rijstwafels van Colruyt en zijn echt heel erg lekker. Wel dubbel zo duur als de gewone, maar ja, dit is bio. Dit is oké. En terwijl ik al deze boodschappen wegdoe, ga ik even een luisterboek luisteren. Of een podcast. Ik heb wel eigenlijk eerder zin in de podcast elke dag op vakantie. Al mijn apps sluiten en de podcast. Ik heb vandaag trouwens een deel gezien over de iPhone 11 en de iPhone 11 Pro. Als ik het haal had en als deze telefoon kapot was, zou ik het misschien wel kopen. Maar mijn telefoon is niet kapot. Ik hoef eigenlijk geen nieuwe. Dit is trouwens de iPhone 6 Plus.
met het Hedwig hoesje van Ali. Net even al mijn vlogbeelden van deze camera gehuist. Ik heb ook iets voor mijn werk gedaan op Facebook. Ik heb mijn was geplooid zoals jullie daar straks konden zien. Ik heb mails bekeken en beantwoord. En dan ga ik nog iets kleins op Canva doen. Canva is namelijk een super handige site om allerlei ontwerpjes op te maken. En is soms, voor grotere projecten zoals mijn magazine zal ik altijd en voor eeuwig InDesign waarschijnlijk blijven gebruiken. Maar voor zo van die kleine dingetjes is Canva wel leuk. Canva. Het is iets voor later, want ik besefte net dat ik dat eigenlijk op mijn tablet doe. Nu ga ik gaan afwassen. En dan heb ik een grote afwas die er nog staat. En ondertussen ga ik rijst koken. Ja. Voorbij mijn chili sin carne, dus chili con carne, maar zonder vlees. En het is hier al zo donker in mijn keuken. Dus ik ga mijn lichtje moeten aansteken. En dat was stom, want ja. Ik wil liever nog mijn elektriciteit sparen. Maar ja. Het is echt donker. Ik ga misschien ondertussen het nieuws opzetten. Chili sin carne met rijst. En nu durf te vragen. Echt willen vragen. Omdat ze veel zelf meedrijden hebben. Ik zou willen vragen wat voor hun. Net thuis gekeken en Friends gekeken. Ook heb ik een heel leuk verhaal gepost op de Instagram story van de Palingbeek. En nu ga ik nog even mijn rijst wegdoen. Want anders dat is niet zo goed als dat de hele nacht uitstaat. En dan ga ik mijn wekker zetten voor morgen. Want morgen moet ik beginnen werken om 8:30. Mijn outfit voor morgen ligt al klaar. Deze trui van H&M, die echt mijn lievelingstrui is ondertussen. Mijn high-waisted jeansbroek. Ja, ik weet niet waarom dat dit jurkje hier nog ligt. Misschien voor dit weekend. Het is echt heerlijk om in een slaapkamer toe te komen waar je bed al is opgemaakt. Die goed verlucht is geweest doorheen de dag. Echt top. Gisteren zijn daar mijn kaarsje aan het eten. Gezellig. Af en toe wat weinig realiseer is, als ik naar de mensen kan kijken, kunnen zij ook naar mij kijken. En dat is wel een raar gevoel als je heel je leven op de buiten hebt gewoond. Waar je eigenlijk gewoon van alles kon doen voor je raam zonder dat iemand het zag. Ga mijn telefoon aan de lader leggen. Ga een boek nemen. Een ander boek dan gisteren. Want gisteren heb ik het boek als. Dus gaan bij. Het boek wordt They Both Die at the End. Noemt in het. Ik heb het in het Nederlands gelezen, maar ik kan me in de Nederlandse titel niet meer herinneren. Ik zet er sowieso een linkje hieronder en binnenkort ook een review op de blog zijofhaar.nl. Omdat ik soms nog wel wat sociaal media verslaafd ben, net zoals elke millennial, denk ik. Had ik mezelf voorgenomen dat ik nog 10 minuutjes online mocht. En dat heb ik nu gedaan. Nu ga ik even kijken waar ik zit in mijn boek. Want ik had wel eens even een ander boek aan het lezen. En ik had mijn bladwijzer eruit gehaald. Gelukkig had ik op Goodreads gezet aan welke pagina ik zat. Als je me nog niet volgt op Goodreads, op beneden aan deze video zet er een linkje. En daar staan echt alle boeken in die ik aan het lezen ben. Zelfs de boeken die ik begonnen ben een tijdje geleden, maar nog niet
heb uitgelezen en dat ik dan een ander boek nam. Oké, ik weet wel terug aan welke pagina dat ik zat. Ik hoop dat dat nu klopt. En dat boek mag eigenlijk weg uit mijn leesreis, want ik ben daar echt niet gestopt. Voilà. Remove from shelves. Ik ga ondertussen een keer kijken welke... hoeveel boeken dat ik zet in mijn reading challenge. Ik had namelijk mezelf voorgenomen om 15 boeken te lezen voordat het 2020 is. En nu zit ik aan boek 35. Net verder gelezen in het boek De Filosoof en de Wolf van Mark Rowlands. Een heel psychologisch boek. Wel leuke stukjes over hoe dat hij met zijn wolf omging. Heel, heel tof om te lezen. Wel een stuk zwaarder om te lezen dan de normale boeken die ik lees. Ik lees namelijk normaal young adults, verhalen en fictieve karakters. En ja, dat is niet zo. Ik ga er niet van drinken, ik ga hem gewoon uitblazen. Dit is een ananaskaart die ik ooit kocht bij IKEA. Maar nu ga ik slapen, dus... Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doedels! Ik weet nog niet wanneer ik jullie precies de volgende keer zal zien. Want vandaag is woensdag. Morgen is een drukke dag. Morgen kan ik niet vloggen. Overmorgen is het ook een drukke dag. Dan kan ik ook niet vloggen. Zaterdag is busk. Dan kan ik zeker niet vloggen. Zondag misschien... En anders maandag. Doodles!